Welcome, fight fans. Today, we're going to be talking about Myrtle Groenart. Myrtle Groenart is a K1 Max and a Glory Worldwide Champion of the World. Having a good reach and a very good boxing pedigree, Myrtle Groenart is a danger and has a very spectacular way of fighting. This is probably because he trains at the same gym as Bada Hari, Mike's gym. Don't forget to subscribe and follow for the best kickboxing content you can find. We are gonna go church from all long, rather see through the morning and put on a slum. You understand rules of fighting, protect yourself all the time, stay with Martin all the time. Do you have any questions? Touch gloves if you like. Two guys like Bob. There's a matter of hurry, ladies and gentlemen. I just adjusted my seat because I'm expecting to jump up. Myrtle to try to use his knees versus that forward pressure. Oh boy, Jirai almost hit him behind the head. Gandhi! Gym. He says, listen, I can't control Jirai. Hey! Oh, and a right hand is on a knockdown. Paul Nichols says, one, two, and it is a knockdown. Three, four. First shot, ready? It wasn't. But the go. More experience. Myrtle Groenart. Extra pressure on Jirai to come forward. Break. The break. That urgency's there. Fight! Groenart is soaking wet and dumped water all over. A knee right at Group 1 connects. Oh, a right hand! Now that was not teamed or knocked down, and it looked like it was! And here comes Myrtle with that aggressive striking. It's a firefight! This is what the crowd wanted, what we expected. Here's Myrtle coming. Hometown! And he's throwing haymakers at the same time. This may be over soon. And it is over! Myrtle Groenart promises he earned his respect from Jirai tonight, and he did. Kyle, they couldn't make it here from Minnesota on such short notice. We know they're watching with that motor right hand. Just drop Jones. That is a two, knockdown, and it came out three, of nowhere. Four. Myrtle. Jones fight. Says he's okay. Let's see if the Predator can finish this. Jones just ate a knee. When Myrtle sees blood, he comes after you. Jones in trouble again, and he's down for the second time, and he's out on his back. Myrtle Groenart, the Predator, explodes in the second round and is now the interim welterweight champion of the world. Patience, once the opportunity arises, the Predator comes alive. And I'm tired of being humble, bitch, I feel no way. It's that young nigga shit, I might pull up to your bitch, like. Reel it in, I got the bag, tell a friend. She got some ass, bring it in. Bitch, I'm the new CNN, yeah. Reel it in, I got the bag, tell a friend. She got some ass, bring it in. Bitch, I'm the new CNN. Touch glove, back to your corners. Yes. Oh, die zet er goed op. Myrtle, en je ziet de Predator. Hij heeft het gelijk door. Hij heeft gelijk door dat hij goed geraakt. Oei, die knie zat ook. Zat er heel netjes op. Two, three. De eerste achter. Want je wordt toch geraakt en dat is niet fijn. Oei, hele goede gesprongen knie. Ja, die zat erop. Oei, nog een knie. Heel netjes, heel netjes. Nog een knie. Ik denk dat Myrtle vroeg naar huis wil. Dat denk ik ook. Ik denk, die eerste wedstrijd wil hij gelijk van het toernooi kort snel afmaken. Dan moet hij opletten dat hij zijn eigen niet leeg gaat slaan. Netjes. Deed hij heel, hij maakte het heel netjes. We gaan voor de eerste ronde. Probeert Myrtle toch nog een paar puntjes te... Dat we... Ja, hij is aangeslagen. Die knie zat er toch op.
wil hij niet in een gelijkspel eindigen. Dan komt er gewoon nog een extra. Het is ook voor het behoud van je lijf natuurlijk. Ja, oei! Hele mooie verrassingsactie. Goede frontkick erachteraan. Hij faked een low kick en gooide er gelijk een hoge trap erbij. Hij maakte het daarbij de Fransman goed. Hij merkte dat de Fransman door die hoge trap aangeslagen was. En nu is het een kwestie van tijd. Myrtle moet nu goed eigenlijk zijn stoot kiezen. Oh, hij gaat hij. Een mooie leverstoot. 2, 3, 4. Dat was kantje boord. Ja, was zeker kantje boord. En dan gaat Myrtle weer. Oh. En het is afgelopen. Einde van de partij. Dit is dag een fest. Al mijn money gaat fast. Al mijn waggies zijn fast. Al mijn bitches zijn fast. Dit is dag een fest. Al mijn money fast. Hallo. Netjes met die loking. Hij leidt hem mooi bovenaf. En raakt hem dat hij een voordeel gebruikt van het feit dat het toch iets korter is. Oei, jab van Koppelo. Jab naar het lichaam. Oei, kijk, daar is die knie. Daar is die knie. Zie je hoe dat er gebeurt? Hij is aangeslagen. Oh, in één keer kan het spel in één keer omgezet zijn. In één keer kan het omdraaien. Goed ademhalen. Hij laat het doorgaan, inderdaad. En dan gaat Myrtle weer. Ja, Myrtle gaat vol nu natuurlijk. Oei, 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 dat is netjes. If you do it again, I will stop the fight, okay? Dat was niet netjes. Hij was wel weer frisse energie hebt na die minuut. En ja, hij voelt natuurlijk dat Kongolo nog steeds niet helemaal hersteld is na die. En hij gaat er helemaal vol. Legt het vuur wel aan zijn schenen. Oei, gevaarlijke hoge trap. Probeert over die dekking heen te komen. De lange stelte van hem. En dan gaat Myrtle ook weer druk zetten. Ja, het is nog 2 minuten. Dus zo dat Myrtle dit vol kan houden of dat hij de partij eindigt. Nou, de Predator ruikt bloed. Ja. Oh. Spinning back kick ook weer van het karate verleden van Kongolo. Ja. Kongolo moet mee blijven vechten. Hij moet nu ook voor die knockout gaan. Anders verliest hij deze partij sowieso. Het is bijna een Rocky partij. Oei, daar werd Myrtle goed geraakt. Myrtle heeft het lastig. Minder dan een minuut te gaan in deze derde ronde. Kongolo moet blijven gaan. Hij moet er 8 tellen. Probeer te forceren voor een extra ronde. Oei, daar kwam weer die knie. Hij schudt nee. Hij schudt dat hij hem niet raakte. Kongolo blijft komen. Mooie achterwaartse trap. Oppassen voor die knie weer. Nog een 30 minuten te gaan. In deze spannende wedstrijd. Oei, daar werd hij wel weer goed geraakt door Myrtle. Oh, oh, oh. Myrtle blijft ook doorgaan, die denkt ja. Ja, super, super. Hele mooie wedstrijd. Dit is echt zo'n Rocky-partij. Oei, goede knie. Gaat echt op en neer. Nog 10 seconden te gaan. Oei, oei, oei. En ze blijven op doorgaan. En neer, heen en weer. Heel mooi. Daar ligt Kongolo goed weg. Wat een lekkere ronde weer, zeg. Super. All for your winner. And now, welterweight contender, tournament champion. Ja, kijk, het is als kampioen zijn dan. Watch out, oh watch out, oh watch out, yeah. I smash out, I smash out, I smash out, yeah. I'm spending all my fucking pay. Ferrari's all in my front yard, baby girl on my FaceTime. Backstage meet concert, we smoke good at a great time. Crack spots to the coast. Boy.
but who their first challenger will be. One of these two gentlemen, Grunhardt and Ort McGrorian, and it was Grunhardt who won round one, according to all five judges. Oh, my God! Defend yourself at all times! Что можно увидеть в Египет в красных перчатках? В манере Реми Баньяски атакует Грюнхардт. И Зида тут же оказывает. Без иллюзий, без эйфории. И очень уверенно смотрит Грюнхардт. Зида отвечает, он очнулся после... その目で見ろ歴史が変わる日を見ろサマーボーム日もとならば川崎バックホップ池上ヘラゲチラシドゥインデキラシ。Great punches there, and that's what Halim needs to do. Youngster's putting some of the older guys to shame. Oh my goodness, what a shame! Was that a count? That's a real, real sad shame. Not a shame for Myrtle رافع الوسطاني لعلي رئيسي وانت من تأسيسك تقول ثوري وتخاف رئيسك بعت السودان يا كلب وفرحان بتجنيسك يهددني خلي الران دينام فتح عيونه في الحار يسموني كاي اللي زيك Put this thing together when all these guys got in the mind, they put this together. They took their experience from 40 years of fighting. What a great combination by Mark DeBonte ending up to do that. The technical battle is going to favor so far the taller man, and that's Levante. Yeah, he needs to turn this on. Oh! Look at that! His eyes are going. Wait a minute. What day is this? Wow. That's going to be tough for him to continue. That was a massive this shot. Is over. Myrtle Grunhardt with a knee out of nowhere ended things early here in round number two. A huge knockout for that man. Long money, yeah. True story, yeah. Yeah. No, I am not your ordinary rapper. Look, no, I am not your ordinary rapper. Long, I be forgetting I'm a rapper. Where I chill in the hood like I'm trapping. Shit, I did might put me in the casket. Whatever I preach, I done practice. Where I'm from, nigga, fake the 200. We don't beef with fuck hoes and get money. Used to get all them pads to go front. If the plug is my brother, every trap house be jumping. I'm from the Reap, but I hustled on Broadway. Been in the fifth all the hard way. Beat a bitch up like a Sade. From Port